Hallo, dit is Kijk Mijn Wijk. Hoi, nu staan we in het park van het Dordrechts Museum. Wij hebben deze onderwerp gekozen omdat we het leuk vinden en zijn er ook oude schilderijen. Dus daarom wil meer over weten. Hoi, nu zijn we in het Dordrechts Museum. Ik ben Sion. Ik ben Suzanne Harleman. Oké. En waarom is het museum eigenlijk gebouwd? Het museum was het gebouw waar we nu staan. Dat was vroeger een krankzinnige gesticht. Dus een soort ziekenhuis. En in 1842 is het museum opgericht. En dan kun je hier zien op dit plaatje, op dit schilderij. Hier was het museum vroeger. Dat is iets verderop in de stad. Maar de collectie werd zo groot, er kwamen zoveel schilderijen, dat ze moesten uitwijken naar een nieuw gebouw. En dat is dit museum geworden. Maar waarom was het museum eigenlijk te klein? Omdat we steeds meer schilderijen kregen en we willen wel heel graag dat iedereen van de schilderijen kan genieten. Dus daarom moesten we een groter gebouw krijgen. Waarom hangt dit schilderij eigenlijk in het museum? Nou, dit is wel een heel erg grappig schilderij, want dit is een portret van een eend. Jullie zagen net een portret van kindje of een portret van grote mensen. Maar Albert Cuyp heeft ook een portret van een eend gemaakt, want deze eend heeft echt bestaan. En de eend die legde zoveel eieren, dat de eigenaar was zo trots op deze eend, dat hij een hele beroemde schilder Albert Cuyp heeft gevraagd om een portret van de eend te maken. En daarom hangt het schilderij hier. Wat komt er eigenlijk in de toekomst? Nou, voorlopig niks, want we zijn natuurlijk net verbouwd. Dat hebben jullie net gezien. We hebben een hele mooie grote tentoonstellingsvleugel erbij gekregen. Dus wat in de toekomst, we gaan niet meer uitbreiden, maar we gaan wel heel veel mooie tentoonstellingen maken. Zodat jullie altijd, als jullie in het museum zijn, er altijd weer iets anders te zien is. Oké. En wat is dat eigenlijk? Dat is een schilderij van een hedendaagse kunstenaar. Dus een kunstenaar die nog leeft. En die heeft een stadsgezicht gemaakt van een stad in het donker, in de nacht. Dus het enige wat je ziet zijn de stipjes en de bergen. Het is een stad in Amerika, in Los Angeles.